Het Erasmus MC betekent eigenlijk heel veel voor mij. Het is voor mij gewoon een beetje een soort van, ook al is het helemaal nieuw, maar het blijft toch een beetje thuiskomen. Leuke plekken waar de studenten komen om te studeren. Netjes, strak, modern. Goede bereikbaarheid, goede communicatie. En ik vind daar hele goede doctoren daar zo werken. Gewoon heel veel kennis en voor ons gewoon heel duidelijk en ook een heel behandelplan. Gewoon allemaal gewoon super geregeld. Onderzoek naar toekomstige kwalen die er zijn, dat zie ik meer als Erasmus dan alleen een ziekenhuis. Voor haar zie ik het meeste qua ontwikkeling verder. Dus wij kunnen hier meer ons ei kwijt en hun kunnen ons beter helpen op deze locatie. Ik ben een paar keer geopereerd daar en ik ben er elke keer goed uitgekomen. Dus dat is eigenlijk voor mij het allerbelangrijkste natuurlijk. Mijn beide kinderen zijn geboren in het Erasmus MC. Beide keren had ik een medische zwangerschap. En mijn zoontje is geboren met een inleiding en mijn dochter is geboren met een geplande keizersnee. Dus ik heb er zeker mooie herinneringen aan. Zeer tevreden, al stond ik hier niet. Dan zat ik waarschijnlijk nu in een rolstoel. Ja, eigenlijk gaandeweg door mijn hele leven heeft het wel betekenis gehouden. Hey, we komen hier al wel vaker en tot nu toe allemaal positief. Alle mensen zijn lief. Iedereen is lief voor vee, dus dat is voor ons het allerbelangrijkste. Ik zou zeker aanraden om inderdaad, als je iets medisch hebt, naar het Erasmus MC te gaan. En verder vinden we het gewoon ook een heel mooi baken in de stad. Groot gebouw, wat duidelijk zichtbaar is doordat het wit is. Je hoort er eigenlijk over heel de wereld over. En dat vind ik wel mooi. Dat iedereen als je Erasmus hoort, dat je dan gelijk Rotterdam denkt. Ja, ik ben er helemaal trots op. Ik woon zelf in Rotterdam. Dus voor mij, iedere keer dat ik er langs ga, is het voor mij echt kijken waard. Het is gewoon een ziekenhuis met heel fijne medewerkers die ook echt je als persoon voorop stellen in plaats van je medische zaken. Dus dat was een hele prettige ervaring. Rotterdam mag trots zijn op zo'n ziekenhuis.